Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkoorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brands, ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic. En ik begin even met een mededeling. Een aantal van jullie hebben gevraagd naar Brands en Flipse blikken terug. Wanneer komen we weer met een uitzending? Mijn antwoord, ja, zo snel als mogelijk. We hopen binnenkort een nieuwe uitzending op te gaan nemen. En die zullen we dan natuurlijk ook zo snel als mogelijk publiceren. Er is een hoop te bespreken. Dus binnenkort op het YouTube-kanaal van Gold Republic een nieuwe aflevering van Brands en Flipse blikken terug. Goed, dan naar de koersen. De koers van goud. Daar ga ik straks verder op in. Maar die staat op dit moment op zo'n 60.100 euro per kilo. Voor de context, het is 2 november. Het is ongeveer 1:15 in de middag. En de koers van zilver, ja, die loopt ietsje achter op de koers van goud. Dat zien we overigens wel vaker, dat de koers van zilver wat achterblijft op die koers van goud, om vervolgens hem in ieder geval procentueel gezien in te halen. De koers van zilver staat op dit moment op zo'n 696 euro per kilo. En dan, ja, direct maar naar het eerste onderwerp. De Federal Reserve. In navolging van mijn correcte voorspelling dat de ECB de rente zou gaan pauzeren, dus niet verder verhogen, heeft ook de Fed besloten om de rente niet verder te verhogen. Ja, vanmiddag is dan de FOMC, de FOMC-meeting, ja, die mis ik, want tegen die tijd zien jullie wellicht deze aflevering. Maar de Fed gaat ook pauzeren. En ja, waar is dat een voorbode van? Een voorbode van een pauze is natuurlijk een verlaging. Is daar reden toe? Ja, als je kijkt naar die datagedrevenheid van zowel de Fed als de ECB, of in ieder geval die ze claimen, dan kunnen we denk ik wel spreken van de noodzaak om die rente niet verder te verhogen. Hoezeer het ook wellicht nodig zou zijn om inflatie te bestrijden, ja, de Fed en ook de ECB durven dat niet aan. En ja, dan zul je waarschijnlijk zien dat begin volgend jaar die rente ook weer moet worden verlaagd. Ja, daar wordt al geclaimd dat daar ruimte voor is, maar de vraag is dat ook zo? Want de inflatie blijft hoog, daar straks meer over. Maar tegelijkertijd, ze kunnen eigenlijk niet anders. Hè. Je ziet enorme afname van economische activiteit in de Verenigde Staten ook. We zien ook dat inmiddels in ieder geval nieuwbouwprojecten keihard worden geraakt. Ja, ik heb een mooi fragment gevonden op X daarover, waarbij de situatie zich een beetje kredietcrisisachtig voordoet. En ja, ik denk ook dat we daar wel over mogen spreken dat in ieder geval een dergelijke crisis op ons af aan het komen is. This is why the 2023 housing crash is going to be bad. Because when I walk around communities like this, which you can see, this is a new home building site. There's no one living here. No cars in the driveways. Hundreds more under construction. There's going to be a deluge and a dump of new inventory onto the U.S. housing market like we have never seen before. It's really through driving around America over the last couple months and seeing this stuff with my own eyes, seeing these houses, these empty houses that are about to be completed, that I realized that this housing crash is just in stage one. 9 months ago, they were selling for $430,000. Now they're selling for $370,000. But they've only sold half of these. And they're gonna have to cut the price by even more. En ja, dan vind ik het toch ook heel erg goed om het volgende onderwerp even te bespreken, namelijk deflatie. En dat daar sprake van zou zijn in Nederland. En vervolgens zal ik het nog eventjes internationaal ook bespreken. Ja, vriend van de show, een vriend van mij, Edi Mujagic, die heeft ook onlangs in een column in de Telegraaf aangegeven, ja, deflatie, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet dat daar sprake van is op dit moment. En ik hou het dan ook bij onze inflatieervaring. Ik heb dat, ik denk een jaar, anderhalf jaar geleden heb ik die term geïntroduceerd, inflatieervaring. Hoe ervaren wij op dit moment de ontwaarding van euro's? En hoe meten we dat? Nou, wat ben je kwijt in de supermarkt? Wat ben je kwijt in de snackbar, in je sportvereniging, aan de pomp? Wat ben je kwijt? Ja, en het is natuurlijk zo dat die prijzen voor het gevoel in ieder geval wellicht maand op maand aan het oplopen zijn, maar zeker niet afnemen. En dat is denk ik wat het ergste is waar nu over gesproken kan worden. Namelijk dat als we die inflatiecijfers moeten geloven, dus de statistiek, maar niet de realiteit, dan zouden we op dit moment te maken hebben met deflatie.
Ja, en waarop is dat dan gebaseerd? Dat zou gebaseerd zijn op de afname van energieprijzen. Ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik betaal niet minder dan vorig jaar. Ik betaal niet minder voor mijn energierekening dan vorig jaar. En dat betekent dus ook dat die kerninflatie, die ook buiten de berekening wordt gehouden, dat die wel degelijk invloed heeft op mijn inflatieervaring. En ik vermoed ook op die van jullie. Dus ja, laat me natuurlijk ook even hieronder weten in de comment section hoe jullie de inflatie ervaren. Want ja, ik ben er erg benieuwd naar. En ja, dan heb ik denk ik een heel mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Namelijk een rapport dat door het Internationaal Monetair Fonds is gepubliceerd. En waar gaat dat over? Dat gaat over stagflatie. Nou, of in ieder geval de afname van economische activiteit en het hoog blijven van inflatie. Nou, ja, ik heb al, ik denk 2 jaar geleden, het woord stagflatie genoemd. En aangegeven dat als we op deze koers doorgaan, dan hebben we daar gewoon straks mee te maken. Ik waarschuw daar ook al een hele tijd voor. En wat hebben we onlangs gezien? Dat Klaas Knot, de baas van de Nederlandse Bank, heeft gezegd: ja, we zitten in een situatie van stagflatie, maar het is niet erg. Zoals hij ook zei, we hebben niet te maken met inflatie. We hebben te maken met inflatie, maar die is niet hoog. We hebben te maken met hoge inflatie, maar die is goed. We hebben te maken met hoge inflatie, dus we moeten de rente gaan verhogen. Oh jee, we hebben te maken met hoge inflatie en dat is heel erg. En al die tijd heeft hij gezegd, stagflatie is geen sprake van, komt ook niet. En nu is het hoge woord eruit. We zitten in een situatie van stagflatie. Ja, en stagflatie een hele giftige cocktail van economische ingrediënten. Namelijk een afname van de economische activiteit en het hoog blijven, zou je kunnen zeggen, van inflatie. Dus mensen verdienen minder, maar ze zijn meer kwijt. En die situatie is nu, kunnen we lezen in het rapport van het IMF, niet een lokale situatie alleen voor Nederland. Nee, omdat wereldwijd die centrale banken allemaal dezelfde route hebben gevolgd, komen we ook in een wereldwijde situatie van stagflatie terecht. Nou, dat is 1, uniek in de geschiedenis. En 2, dat zal ook leiden tot een gigantische financiële crisis, waar heel veel mensen het slachtoffer van worden. Ja, je wilt dat natuurlijk voorkomen. Je kunt dat in ieder geval voor jezelf ook voorkomen. En hoe kun je dat doen? Ja, dan komen we denk ik bij het laatste onderwerp, namelijk de koers van goud. Ja, ik heb op LinkedIn een peiling gestart over de prijs van, of de koers van goud gemeten in euro's. En mijn vraag is aan jullie: wat denken jullie? Wat denken jullie dat de koers van goud gaat doen? We weten dat de centrale banken inmiddels hun rentes niet meer laten stijgen. Maar we weten ook dat de koers van goud in euro's gemeten ontzettend dicht tegen een all-time high aan zitten. In de situatie van hoge rente. Wat gebeurt er dan straks als die rente wellicht omlaag moet? Of als er helemaal niets gebeurt? Ja, de meerderheid van de mensen die mij volgt op LinkedIn en ook die peiling heeft ingevuld, die zegt, voor het einde van het jaar zien we een nieuwe all-time high. En dan die all-time high, heel even in perspectief, die hebben we neergezet tijdens wat ik de paniekpiek heb genoemd. Namelijk de invasie, of in ieder geval het losbreken van het conflict in Oekraïne. En dat conflict, dat was natuurlijk een oorlog op het Europese continent voor het eerst in tientallen jaren. En dat heeft heel veel paniek veroorzaakt onder heel veel investeerders. En die hebben die koers in ieder geval kortstondig naar een all-time high laten stijgen van om en nabij de 61.150 euro per kilo. Wij sloten dit weekend op 61.057 euro per kilo. Dus dan zit je een kwart procent ongeveer onder die all-time high. Minder dan een kwart procent. De vraag is nu, we zien nu een kleine correctie naar, nou, in ieder geval op dit moment zo'n 60.100 euro per kilo. Nog steeds boven de 60.000, 60.000 euro per kilo. Dat is echt een gigantisch bedrag. En ja, wellicht zelfs een soort nieuw normaal. Ik weet het natuurlijk niet, hè.
Ik doe geen koersvoorspelling. Ik heb die glazen bol niet. Ik ben geen goeroe. Dus do your own research, zou ik willen zeggen. Maar een groot deel van jullie denkt in ieder geval dat voor het einde van dit jaar er een nieuwe all-time high wordt bereikt. En ja, kan niet anders dan het daar wel mee eens zijn. Want op het moment dat die centrale bankiers niets doen of zelfs gaan verlagen, dan zie je in ieder geval dat er vaak een hoge correlatie is tussen de rentestand en de koers van goud. Als een van de conflicten in de wereld verder escaleert, dan kan het zomaar zijn dat meer mensen gaan zeggen, wij gaan toch onszelf nog meer beschermen tegen eventuele inflatie, onzekerheid. En dat die koers van goud daarop reageert. We zien dat landen nog steeds ontzettend veel goud ook aanschaffen. Dus ja, die koers van goud die gaat denk ik de komende periode best goed doen. Betekent dat de koers van goud nu zo hoog staat dat je niet moet investeren in goud? Ja, hè. Wat mij betreft in ieder geval niet. Ik denk dat je goud moet zien als een lange termijn investering. En ja, 5 jaar geleden belden mensen mij op en die zeiden, Bart, die koers van goud, die staat best hoog, hè? Dan zei ik, nou ja, hij staat op 4.000, 35.000 euro per kilo. Je zou kunnen zeggen dat dat hoog is. 35.000 euro is een hoop geld voor een kilo goud. Maar inmiddels zijn we 5 jaar verder en staat hij op 60.000 euro per kilo. Wat doet hij over 5 jaar. Dus als je dat soort termijnen in gedachten houdt, dan merk je vaak dat als je geen goud hebt, dat een beetje goud in ieder geval een begin is. Want we weten niet wat die koers doet. Gaat hij overigens heel scherp, corrigeert hij heel scherp, dan zou je altijd kunnen dollar cost averagen, waarbij je mogelijk bij een koersdaling in ieder geval je gemiddelde aankoopprijs wat verlaagt. Nou ja, goed, hè, dan ik zou jullie niet te veel vervelen met de mogelijke strategieën die je zou kunnen toepassen voor het aankopen van edelmetaal als lange termijn investering. Maar ik vind het wel belangrijk om in ieder geval aan te geven, hoewel die koers hoog is, weten we niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. En zou het dus zomaar kunnen zijn dat die koers over 5 jaar, dat mensen zeggen, oeh, had ik maar gekocht bij 60.000 euro per kilo, want hij staat nu op 70 of 80 of 90 of 100.000 euro per kilo. Dus ja, als je nog geen goud hebt, overweeg dat dan. Nee, in iedere investeringsportefeuille past goud. Ik zou zelfs willen zeggen, daarin hoort goud. Dat kan eventueel via Gold Republic. Dus klik even op de link hieronder en maak eventueel een account bij Gold Republic aan. Je kunt bij ons al sparen vanaf 50 euro. 50 euro per maand en dat gaat vol automatisch. En dat doe je dan ook nog tegen een gereduceerd transactietarief van 0,5% in plaats van 1%. Nou ja, ben je nog niet geabonneerd op het YouTube-kanaal van Gold Republic? Ja, doe dat even. Breng ons, help ons naar die 30.000 abonnees in 2023. Dat moet toch mogelijk zijn. Like deze video natuurlijk ook even. Ga met elkaar of met mij in gesprek door hieronder een comment achter te laten. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkoorts.